Ik weet ondertussen wel dat het echt om honderden miljoenen euro's per jaar gaat. Dat besteed wordt alleen al aan studieloopbaanopleiding. De volgende vraag is dan, wat levert dat nu op, al het geld en al die inspanning? Dit plaatje is voor sommige mensen die vertrouwd zijn met loopbaanonderzoek bekend. Het is het plaatje dat redacteerde uit onderzoek van Meijers, Bakker en Kuipers. Ze hebben onderzocht in het VMBO en het MBO de kwaliteit van studieloopbaanbegeleiding. En hun conclusie is dat er eigenlijk maar drie groepen zijn. Het zijn hier twee assen. En het ene as dat is de kwaliteit van de praktijkbegeleiding en keuzevrijheid van studenten, mogelijkheid tot zelfsturing. Een derde as gaat over de dialooggerichtheid van onderwijs. En kunnen studenten een gesprek hebben met hun opleiding. En wat dan blijkt, dat is eigenlijk maar drie van de 230 onderzochte groepen kwantitatief voldoende is. En al die andere, 225 ongeveer, die komt nog niet aan de gestelde criteria. Wat wel belangrijk is erbij op te merken, dat is dat naarmate scholen beter eraan voldoen, dat die studieloopbaan inderdaad ook beter verloopt. Dus de arbeidsidentiteit van studenten is beter bij deze groepen. Studenten zijn inderdaad meer gemotiveerd, beter gemotiveerd en ze presteren ook beter. En dat is belangrijk om in de gaten te houden. Dit plaatje laat zien wat de evaluaties zijn van studieloopbaanbegeleiding in het middelbaar beroepsonderwijs. Er is een onderzoek wat elke twee jaar gehouden wordt. En dat zijn 100.000 studenten die aan mee hebben gedaan, dus deze cijfers zijn behoorlijk betrouwbaar. En wat we dan zien, dat is dat studenten, 27% van de studenten, is ontevreden bij de vraag hoe vind je de begeleiding bij de beroepskeuze en bij de keuze van een vervolgopleiding. Een grote groep is daar ontevreden over. 27%. En wat ook opvalt, dit was 2003, dit is 2005, dit is 2007, dat de ontevredenheid toeneemt. Dus het lijkt wel zo te zijn, hoe meer geïnvesteerd wordt, hoe meer er aan studieloopbaanbegeleiding gedaan wordt, dus te sterker de ontevredenheid stijgt. Je zou misschien zeggen, misschien zijn studenten in het algemeen ontevreden, maar dat valt best mee. Hier gaat het bijvoorbeeld om de tevredenheid over persoonlijke problemen, de opvang bij persoonlijke problemen. En daaronder gaat iets over de tevredenheid over de mentor. Maar daar is die tevredenheid een stuk hoger, de ontevredenheid is een stuk lager. En bovendien stijgt de tevredenheid enigszins over de jaren. Dit plaatje is een landelijk onderzoek over het HBO, het hoger beroepsonderwijs. Ook hier zien we dat de studieloopbaanbegeleiding het minst gewaardeerd wordt van een aantal andere aspecten in het onderwijs, zoals de inhoud van de opleiding, het niveau van de opleiding en de aansluiting van de opleiding bij actuele ontwikkelingen. Nou, een aantal andere aspecten. De studieloopbaanbegeleiding, het minste aantal tevreden studenten en het hoogste aantal ontevreden studenten. Dit is een onderzoek van de Rand uit de Randstad en de Haagse Hogeschool met name. Ook hier weer hetzelfde. De studieloopbaanbegeleiding komt helemaal onderaan in de tevredenheidsscores. En vergeleken met de sfeer op school, de kwaliteit van de docenten, de toetsing, het zijn allemaal aspecten die positiever worden beoordeeld dan de studieloopbaanbegeleiding. Een paar meer detail opmerkingen over studieloopbaanbegeleiding. De HAN, dat is de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, 35% van de studenten zegt dat de studieloopbaanbegeleiding niet bijdraagt aan de beoogde effecten. Bij de Haagse Hogeschool, studieloopbaanbegeleiding draagt niet bij aan mijn ontwikkeling. En loopbaanontwikkeling, dat zou moeten gaan dus in de ontwikkeling, dat gebeurt. Hier een eigen onderzoek bij Fontes, bij twee instituten. De studieloopbaanbegeleider kent mij eigenlijk niet, dat zegt 35%. En de studieloopbaanbegeleider weet niet wat mijn toekomstplannen zijn. En het is ook opmerkelijk dat de studieloopbaanbegeleider niet op de hoogte is van de toekomstplannen van de student. Ook hier komt dus
ondervonden hebben 50% van de studenten praat niet met de studieloopbaanbegeleiding over persoonlijke problemen of over het privéleven. Zonder die zeggen, misschien willen studenten dat niet, maar een grote groep studenten wil dat wel, dan krijg je de gelegenheid. Wat ik zelf van alle resultaten nog het meest opmerkelijk vind, dat is de volgende. En spreek je met je studieloopbaanbegeleider over wat je echt bezighoudt in je leven? Ik zou zelf denken, een goed loopbaangesprek moet daar toch over gaan, hè, wat je echt bezighoudt. Maar 64% zegt nee op die vraag. En slechts 1% slechts 7% zegt ja. Dus studieloopbaanbegeleiding voldoet kennelijk niet aan de definitie die je aan zou moeten geven. Want het zou moeten zijn begeleiden bij de ontwikkeling, begeleiden bij motivatie, bij persoonlijkheid, bij talenten. Maar dat gebeurt dus niet. En wat er wel gebeurt, dat is studievoortgangsbewaking. Dat is dus iets anders. Ja, er worden competenties afgevinkt. Er wordt gecoacht bij hoe je je portfolio bijvoorbeeld moet invullen. Er wordt gecoacht hoe je aan je cijfer komt. Je wordt gecoacht naar je diploma toe. Ik wil niet zeggen dat het onbelangrijk is, absoluut niet. Maar het is iets anders dan studieloopbaanbegeleiding of loopbaanbegeleiding. Hetzelfde, we kunnen niet altijd diep ingaan, zien we ook in het bedrijfsleven. Ook daar vindt loopbaanbegeleiding vaak niet plaats, maar wel bijvoorbeeld performance management. En dus ook competentiebeoordelingen. En de vinger aan de pols houden of de prestaties die afgesproken zijn behaald worden. Een tussenconclusie. Kennelijk, denk aan de figuur van de Meijers, Bakker en Kuipers, dat die drie opleidingen en naarmate beter aan de criteria wordt voldoen, werkt de studieloopbaanbegeleiding beter. En kennelijk kunnen we wel zeggen dat studieloopbaanbegeleiding effectief kan zijn, dat het dus meestal een vorm krijgt die niet tot de gewenste resultaten leidt. Dan de volgende vraag, hoe kan dat? Waarom is dat zo?